mobiel en contactloos betalen, daar praten we natuurlijk met elkaar al een paar jaar over. Maar we zijn ervan overtuigd dat het nu echt gaat gebeuren. De grote banken hebben natuurlijk in het najaar vorig jaar een proef gedaan met mobiel en contactloos betalen in de gemeente Leiden. Die is door alle deelnemers, zowel door de winkeliers als de consumenten, heel positief ervaren. En we rollen dat dit jaar verder uit. En ik denk dat je daar nog even wat aanlooptijd voor nodig hebt. Maar dat het dan ook de grote vervanger van contant geld gaat worden. Ik vind Bitcoin nog behoorlijk ongrijpbaar. Hè? Wat je nu ziet gebeuren met die enorme koersschommelingen in Bitcoin. Het principe van een andere currency, een cryptocurrency als Bitcoin, daarvan denk ik dat er wel toekomst in zit. In Nederland denk ik, we hebben natuurlijk een hele bijzondere betaalmarkt met elkaar. Een uitermate efficiënte en relatief hele goedkope betaalmarkt. Dus voor nieuwe aanbieders van betaalproducten is het altijd best moeilijk om op de Nederlandse markt te komen. Want ja, die schieten natuurlijk altijd in een gat waar er een inefficiëntie zit. En er zitten niet zoveel inefficiënte gaten. En ook geen gaten van dingen die heel duur zijn, hè, als betaalmiddel in Nederland. Dus ik twijfel nog een beetje of Bitcoin nou in Nederland zo'n enorm succes zal gaan worden. Ik vind het wel iets wat we allemaal goed in de gaten moeten houden en goed moeten volgen. Maar het zou ook wel eens een keer helemaal kapot kunnen klappen. Alleen wie dat weet zal het zeggen. En ik denk dat we in ieder geval bij de banken ons enorm alert zijn op de risico's van cybercrime. Klein, maar ook groot. Ik bedoel, er zal maar eens inderdaad iemand in staat zijn om een paar dagen lang het hele betalingsverkeer in Nederland plat te leggen. Ja, dan hebben we echt een groot probleem met elkaar. Dus er wordt goed samengewerkt, ook door de banken en de Nederlandse bank en de overheid, justitie en politie, in allerlei maatregelen die we met elkaar kunnen nemen om ons goed te beschermen tegen cybercrime. Maar criminelen zijn ook heel slim en zijn vaak veel flexibeler dan wij. Dus het is ook altijd een race van de defensie tegen de aanval. En die zal echt nog wel een tijdje doorgaan. De toekomst is vooral een Europese toekomst. Wordt ook erg gedreven, denk ik, door Europese initiatieven op nieuwe wet- en regelgeving in betalingsverkeer. Waar toch een aantal dingen in staan die potentieel grote impact hebben, ook op het Nederlands betalingsverkeer. Zoals het recht van derden om toegang te krijgen tot de betaalrekening. Niet zijnde de banken. Dus dat zijn vaak software providers met oplossingen die toegang moeten krijgen op een goede en beveiligde manier tot de betaalrekening van de consument. Nou, dat zou potentieel enorme innovatie door derden, zijnde niet banken, op het gebied van betalingsverkeer kunnen betekenen. Het gebruik van de mobiele app in betalingsverkeer. Het gebruik van apps en appstores die allerlei functionaliteiten waarschijnlijk in betalingsverkeer kunnen toevoegen aan wat we vandaag hebben, die allerlei innovaties kunnen gaan betekenen, waar we misschien niet eens bij stilstaan nu, maar die we door de verbreding van de mogelijkheden echt zullen gaan krijgen, wordt een hele spannende en ook wel een hele leuke. Dat er zit voldoende beweging in betalingsverkeer, absoluut.